Ik sta hier met Marius van Fitroy. Mijn naam is Tessa van Doritos en samen presenteren wij graag jullie Doritos Jacked Rijschool Case. Veel dank voor de nominatie, juist in de categorie social. Omdat we daar eigenlijk heel erg ons best voor hebben gedaan om het juist echt een social campagne te maken. We hebben niet een hele presentatie van wat hebben we nou gedaan, want we geloven dat jullie nou, de case goed kennen. Dus we zijn eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan, waarom is nou die case zo succesvol? Waarom is het nou een social spin waardig? En in ons gesprek kwamen we heel erg op uit dat we geloven dat je een merk als Doritos heel erg moet verkopen via de doelgroep. Dus niet zelf vertellen hoe gaaf het merk is, maar echt de doelgroep een verhaal geven. Zodat zij elkaar kunnen eigenlijk overtuigen wat de awesome factor van Doritos is. Want dat is natuurlijk wat we willen. En Fitroy daagt ons er eigenlijk bij uit op een... Voor tussendoor. Sorry? Oh. Fitroy daagt ons eigenlijk uit om op een creatieve manier de interactie met de doelgroep aan te gaan. Maar ook op een voor hun relevante manier, wat voor ons als groot bedrijf best wel spannend was. We zijn eigenlijk op zoek gegaan naar de next level van interactie. Niet één op één merk met doelgroep, maar juist de doelgroep met elkaar over het merk te laten praten. En daar rolde de Doritos Jacked Stunt Rijschool uit. In het heel kort, we hebben een belangrijk relevant thema van de doelgroep gepakt. Autorijlessen, dat hebben we gejacked, want we hebben niet een rijschool opgericht, maar een stuntrijschool. En we hebben Gino Pietermaai ingezet als ambassadeur. Maar ja, hoe zorgden wij nou voor dat die kids, onze doelgroep, daarover gingen praten? Marius, wat kan jij het beste vertellen? Ja, ja. Het bijzondere van een typetje als Gino Pietermaai, jullie misschien wel of niet bekend, het is eigenlijk een soort van Ali G van de lage landen. Grof gebekt en daarom ook ontzettend grappig. Vooral bij de doelgroep, dat is dan toch 16 tot en met 24 jaar. Zeer populair en graag gekeken. We hebben in ons plan ook heel erg nagedacht van waar ga je die grens op zoeken? En die grens moet je opzoeken, wil je een beetje tractie krijgen en uiteindelijk die belangrijke view krijgen. Het was toen ontzettend belangrijk ook om hem zo authentiek mogelijk neer te zetten. En eigenlijk ook hem achter het stuur te zetten. En niet alleen maar een ambassadeur die zegt van je moet vooral heel erg Doritos gaan eten, dat is fantastisch. Maar we hebben een wereld gecreëerd en dat is dus de rijschool geweest. Met natuurlijk de twist, want Jacken staat voor dingen net eventjes bigger, bolder en thicker maken, zoals het chipje ook is. Daar zijn we natuurlijk wel ingeslaagd, want een rijschool en dan eigenlijk toch een verkapte stuntrijschool neerzetten met Gino in de hoofdrol. De tieners die aten het heel graag. We hebben Gino eigenlijk in een soort van contentrol gezet. We hebben dus allemaal filmpjes gemaakt om eigenlijk die rijschool zo geloofwaardig mogelijk ook neer te zetten. Bijna met een documentaire inslag. Onder zeg maar de YouTube-filmpjes werd natuurlijk ook driftig de discussie ook aangegaan van is het echt, wauw, kan ik meedoen? Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook traditioneel nog aangejaagd met kom ook stuntrijden op de Doritos Jacked Rijschool. En toen werd het ook gewoon duidelijk van dit is gewoon een campagne en uiteindelijk kan je er ook echt aan meedoen. De aanmeldingen stroomden binnen, dus dat was natuurlijk wel erg fijn. En ondertussen hebben we ook Gino, ervoor gezorgd dat Gino niet alleen die rijschool had, maar ook eigenlijk in charge was van het Facebook-account van Doritos. Niet alleen dat, maar ook Twitter. En toen hebben we echt gekeken van, kunnen we gewoon Gino met zijn eigen stem de tieners aanspreken en eigenlijk ook vanuit die rol zijn eigen rijschool verkopen. Dat was een interessant onderdeel natuurlijk in het geheel, want dan kom je echt in contact met de tiener en je spreekt ook zijn eigen stem. En dat was nog even spannend, Gino's stem. Je kon niet alles wegpiepen natuurlijk, dus daar werd echt het randje op gezocht en dat zorgde ook voor wat weerstand bij de klant uiteraard, waar ik hiermee sta, heel gezellig. Dus dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen hoe je eigenlijk ook dan zo'n soort idee ook verkocht krijgt. Ja, hoe je dat verkocht krijgt, dat is meteen ook waar het succes van de campagne volgens mij in zit, is echt heel erg denken vanuit de doelgroep. Waar praten zij over, wat is voor hun belangrijk en zo ook in die taal aan hun spreken. En wat voor mij erg een kick was om te zien, dat ze ook in die taal naar ons terugspraken. Dus voor mij echt het gevoel van yes, we zijn erin geslaagd om een onderdeel te worden van de conversatie van de kids. En dat bleek er ook in uit dat we de meest besproken campagne waren op Twitter in de campagnemaand. Best bekeken commercial video op YouTube. En er was een vraag van jullie over de persoonlijke video's, van hoe goed hebben die het nou gedaan.
Waar die kracht heel erg in zit van de campagne is juist die persoonlijke video's. Het is een combinatie van offline en online. Omdat we de echte fans konden activeren, die konden meedoen aan de stuntrijschool. Er waren 100 mensen maar. We hebben juist online gebruikt om het verhaal te vertellen en hun dus content te geven. Nou, de ene deelde zijn filmpje maar 75 keer. We hebben maar 75 keer bekeken. Maar de ander wel 2000 keer. Waar we dus geen media achter zetten. Dankjewel. Was je klaar met je presentatie? Ja, het moest wel. Ah, misschien had de jury dan een aanleiding gehad om wat vragen te stellen. Jury. Gefeliciteerd. Ik vind het knap. Ik vind het ook gedurfd vanuit Doritos om het aan te durven, ook met Gino. Het is wel een niche groep, maar goed gedaan. Terugkomend op het social aspect. Het was heel erg content. De content was goed. Zat het hem voornamelijk in het delen? Of ja, bedoel je, hij zegt, ja, hij had een Twitter-account. Nou ben ik niet iemand die met per se een chipsfabrikant gaat volgen op Twitter. Dus nee. Hoe kwam je in contact met de mensen? Ik kan me voorstellen dat je iets van met media inkocht of sponsored tweets. Of hoe ben je eigenlijk de conversatie aangegaan? Nou, ik denk dat juist de kracht van deze campagne zat niet in de conversatie aangaan, maar de conversatie loslaten. Dat we niet zozeer op zoek gingen van, kunnen wij dan gaan praten vanuit Doritos als merk? Ja, ik volg ook geen chipsmerk, behalve dan natuurlijk dat van mezelf. Ja. Dus wij wilden juist niet één op één contact met die... moet ik in de microfoon praten? Ja, is veel beter, hè? Moet je wel aanstaan natuurlijk. Wij wilden juist niet de conversatie één op één aangaan met die doelgroep, maar die doelgroep eigenlijk de tools geven om met elkaar te praten over ons merk. En dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld op tv onze commercial ook te laten hijacken. Dus we hadden de commercial laten vertalen door een groep die ook vaak online films vertaalt. En er kwam een heel gesprek over of Veronica dan de commercial van Doritos illegaal had gedownload, omdat het crisis was. En in plaats van dus daarop te gaan reageren heel erg, hebben we het verhaal heel erg laten gaan. Zodat mensen met elkaar gingen praten en uiteindelijk natuurlijk bij Doritos terechtkwamen. En Gino hielp natuurlijk heel erg. We wilden juist niet zelf vertellen hoe gaaf het was, maar daar hebben we Gino heel goed voor kunnen inzetten. En mensen volgden hem erg graag. Ja, dankjewel. Complimenten voor een mooie campagne. Absoluut nominatie waardig. En misschien ook nog wel spinnenwoord waardig. Dat gaan jullie later vernemen. Kunnen jullie nog iets zeggen? Want het hart, jullie hebben heel erg van social media of media gebruik gemaakt. Facebook, YouTube, Twitter. Maar hebben jullie het ook nog op een heel vernieuwende manier ingezet? Dus echt op een andere manier. Want het is ontzettend mooi crossmediaal. En er zit goede content in, zoals Paul zegt. Maar zit er ergens nog een andere manier, vernieuwende manier in waarop jullie die social media kanalen hebben gebruikt? Wil je hem pakken? Ja? Waarom niet? Laat ik hem pakken. Ja. Wat het vernieuwende is eigenlijk dat we dus offline en online heel goed met elkaar hebben laten integreren. Uiteindelijk, ja, content is dan zeg maar een wereld neerzetten en daar content uit maken. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt een real life event neergezet. En daar hebben we zeg maar persoonlijke registraties uitgemaakt. Met een jacked license, dus dat je ook gewoon echt je stuntbuffet hebt gehaald. En daar hebben we weer content uitgehaald. En dat is gewoon zo'n persoonlijke souvenir wat ze en masse hebben gedeeld. Dus dan krijg je eigenlijk een hele soort van intense kwalitatieve views. In plaats van dat het gewoon als content gaat vliegen. Mag ik iets toevoegen? En er wordt nog wat toegevoegd. Wat denk ik ook heel vernieuwend was, is dat wij dus niet op onze kanalen alleen maar als Doritos iets zeiden, maar echt Gino de post lieten schrijven, maar ook lieten reageren. Dus hij was echt letterlijk op de shoot op een blaadje als een post aan het schrijven om te gaan plaatsen. En ik geloof niet dat een merk dat eerder heeft gedaan. En dat doen we nu nog steeds met onze Facebook. We hebben iedere maand iemand anders die de pagina overneemt van ons. Zodat we niet als merk vertellen, maar echt iemand uit de doelgroep dat laten doen. Dankjewel. Geen vragen meer, Jure. Dank jullie wel. Dank.